Ja, hij is en wat ik mooi vind aan Messi, ik weet niet, Hansen, vind jij denk ook wat. Hij nu alle druk heeft hij, alle critici. En hij scoort, maar hij gaat dan niet van die rare gebaartjes maken, nee, zoals ook wel spelers doen. Hij blijft gewoon de rust zelf. Nou, heb jij je ook zo verschrikkelijk aan die afschuwelijke Neymar geërgerd? Nou. Die heeft dus een gouden oorbel rechts, een gouden oorbel nou, met een diamant wel. Erin. Dat mag wel. Je mag wel zeiken omdat hij een oorbel heeft. Tatoeages erop zijn kruin. Ja, wat maakt en dat uit? Die heeft 121 keer balverlies geleden en die gaat liggen en kaarten aannaaien. Daar zou ik graag een kwartiertje tegen spelen. Ja. Die zou ik helemaal in elkaar stoppen. Wow. Ik denk dat hij ook heel graag een kwartier tegen jou speelt, toch? Dat denk ik ook. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Daar moet ik jou wel gelijk in. Ja, en daar ging Bjorn. Je ziet nou de vorm van Bjorn. Bjorn ging er goed mee om. Ja. Toch? Ja, maar hij mocht hem niet aanraken. Nee, hij mocht hem niet aanraken. Ja. Maar hij heeft hem wel goed weggezet. Maar dat was de wedstrijd toch tegen Costa Rica dat hij dat Kuipers een penalty gaf. Ja. De VAR heeft dat. Danny heeft dat overruled. Die heeft gewoon gezegd: ik vind het geen strafschop. Ga even kijken. Dus voor het eerst is een strafschop teruggedraaid. Maar Jan Kuipers had ook kunnen zeggen dat hij wel een strafschop. Ik vond dat Danny.